Nu is het pand nog grotendeels leeg, alleen de begane grond is in gebruik met een tijdelijke winkel. Wij gaan met Alexander van Nimwegen, de nieuwe eigenaar van dit pand, een rondleiding krijgen door het pand. En hij gaat vertellen wat we hier allemaal de komende maanden zullen gaan zien. Het eerste waar we nu op aan het focussen zijn is eigenlijk om te kijken wat we aan de buitenkant zouden kunnen aanpassen. Nou, de Aalmarktkant is heel mooi, de Breestraatkant is heel mooi, alleen het middengedeelte vind ik dit zelf een hele lelijke puist. En daarbovenop waar natuurlijk een soort veredelde bouwketen staat. Dus we zijn nu wel in eerste instantie aan het kijken of we daar een heel mooi ontwerp op kunnen maken in één geheel. Als referentie bijvoorbeeld een beetje Tate Modern in Londen. Oud pand met daar één universeel mooi modern ding op. Dus daar zijn we nu allerlei studies naar aan het doen. Dit wordt een van de eerste plekken waar het publiek weer terecht kan, hè? Ja, dat is nu begonnen al met de vintage, een outlet kledingwinkel die op de begane grond zit. En we zijn nu aan het kijken naar invulling in de rest van het pand. En een van de dingen waar we zo snel mogelijk mee aan de slag willen, maar dat zit natuurlijk met de coronamaatregelen, is om weer boven horeca te gaan neerzetten. Zodat we in ieder geval weer dat pand lekker bruisend krijgen en we die plek open gaan stellen voor het publiek. Zodat je naast het mooie uitzicht lekker kan eten en gaan drinken boven. Ja. Zolang er nog geen vaste invulling is voor het pand, kunnen er ook allerlei initiatieven terecht, hè? Ja, absoluut. Het moet weer gaan bruisen. Dus ik zou het leuk vinden als er initiatieven zijn die zeggen van hey, we zouden daar wat willen in dat pand. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik heb bijvoorbeeld van de week al een rondleiding gegeven aan een theatergezelschap. Maar we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met organisaties zoals de European City of Science. We willen gewoon weer reuring in het pand hebben. Je weet een heleboel over het pand omdat je een keer meegelopen bent met een rondleiding. Ja, die wil je ook terugbrengen, hè? Ja, het was inderdaad zo dat van de zomer was waren de open monumentendagen. En toen zag ik dat we ook hier een rondleiding deden. Dus toen heb ik gevraagd, mag ik meelopen? Ja, dat mag. En toen ben ik met een mevrouw meegelopen en die heeft allemaal hele leuke dingen over het pand verteld. Dus daar heb ik veel van geleerd en wat van onthouden. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik vind het ook heel leuk om nog meer erin te duiken. Om te kijken wat er meer bijzondere dingen zijn aan het pand. Dus inderdaad op de website van Erfgoed Leiden om oude foto's te zoeken en dat soort dingen. Om nog meer gevoel erbij te krijgen, absoluut. Ja. We zijn in het woongedeelte aangeland, hè? Ja, als het woongedeelte is. Nee, dit is natuurlijk de hoek aan de helemaal andere kant, aan de Breestraatkant. En dit is wel een van de plekken waar wellicht een mooi appartement maken een mogelijkheid is. Ik vind dit er nu al mooi uitzien, zeg maar, met zo'n oude haard die er nog staat. Ja, dit is wel een mooi plekje. Absoluut. En hierboven wonen al mensen, hè? Hierboven zitten al appartementen, ja, klopt. Ja. Dus dat hoort erbij, ja, zeker. De hele stad vindt er wat van. Ik vind er wat van. De gemeente vindt er nu ook wat van. Maar mijn doel is, en ik denk dat wat dat betreft dat het natuurlijk gaaf is dat zo'n pand in, laten we zeggen, Leidse handen blijft. Is dat, dat ik er meer belang bij heb dan een Excel-sheet. Dus ik zou het heel gaaf vinden als dit pand weer gaat bruisen en weer de trekpleister is die het vroeger was. Dat niet alleen het pand gaat bruisen, maar ook iedereen die eromheen zit met zijn winkel of zijn restaurant er baat bij heeft dat dit weer één grote gave plek gaat worden.